Ik denk dat als we naar onze organisaties kijken en het nieuwe werken, dan ken je ongetwijfeld, of misschien niet, maar de termen bricks, bytes en behavior. Ik kijk even naar jullie. Kennen jullie die termen? Bricks, bytes en behavior. Ik zie mensen knikken en ik zie mensen ook dit doen. Nou, bricks, bytes en behavior zijn van die termen die regelmatig gebruikt worden. Bricks gaat over de gebouwen, de bakstenen, daar moet je iets mee. Je moet iets met de bytes, dat is de technologie, de tooling. En je moet iets met behavior, met het gedrag. En daar zijn heel veel plannen op gericht, ik denk dat er een B mist. Ik wil er een B aan toevoegen. Dat is de B van belonging. En die vraagt specifieke aandacht. Nou, daar gaat deze hele middag over. Maar als ja, samenvatting daarvan zou ik haast willen zeggen. dat je herinneringen moet maken. Want dat is wat tribes die op afstand wonen en leven doen. Dat je momenten maakt waar je herinneringen maakt. Want in de herinnering leeft de tribe. De vraag is, heb je voldoende herinneringen met jouw collega's? En herinnering, dat is de spoiler, is geen bulletpoint meeting. De herinnering zit waarin er iets gebeurde. Dat je kan herinneren dat je slappe lachen had, dat dat enige ding gebeurde. Dat je rook, dat je zintuigen, in het woordenwolk stond ook zintuigenarmoede. Ja, want we moeten die zintuigen aanzetten, dus hoe doe je dat dan? Hoe maak je iets tactiel op afstand? Door iets thuis te sturen, door een geschreven brief. Het is voor mij ook het gevoel, stel je voor je hebt een lange afstandsrelatie met je lief... Hoe hou je dat warm? Nou, niet door wekelijks je staartje op te sturen wat je allemaal gedaan hebt die week. Dan dooft de liefde. Dus hoe maak je liefde? Daar gaat het over. En dat is een woord wat we in organisaties niet veel gebruiken: liefde. Dat mag je connectie noemen. Dat klinkt wat uh, stoerder. Maar daar gaat het wel over. En, en dat zit in plezier en menselijkheid. Ik denk, ah, en denk dit is een foto. Ik ga gewoon dit. Vind ik zelf zo lekker. Ik denk ja, dit is het. Dat je gewoon met iemand die je niet kent even heel erg in de lach kan schieten. En dan wil je dus betrokkenheid, relatie houden. Dat is die ontmoetingsruimte. De plek waar we samen kunnen komen om ideeën met elkaar uit te wisselen. Wat mensen vormen cultuur in. En...